Homerus Odysseus boek 3 vanaf vers 31. In het twintigste jaar van de wezigheid van Odysseus gaat zijn zoon Telemachos op zoek naar nieuws over zijn vader. Hij gaat eerst naar Nestor in Pylos. Godin Athena reist als mentor, een vriend van Odysseus, en opvoeder van Telemachos mee begint met het werkwoord hixon en dit is een zogenaamde Aoristus mixtus. De uh, prijzenstam is hik met een kappa en is nu door middel van de sigma tot een xi verlengd. Um, en dan zien we in plaats van de sigmatische Aoristus vormen, zien we een thematische Aoristus vorm on. Zij kwamen aan en dan S is met een accusatieve in hoort erbij met te koi. Die verbindt Hedra's zeer nauw aan Akurin. Ze kwamen bij de bijeenkomst en de Hedra's en de zetels, de banken. En van wie staat in de genitivus pulionandron van de mannen van Pilos? En dan gaat het verder met een bijwoord. Enta, waar? Nestor is het onderwerp, nominatief is enkelvoud. En Hestel is de imperfectum, derde enkelvoud medium van hem, waar Nestor zat. En met wie hij zat, staat met zun plus een dativus. Ja zin is een dativus meervoud met zijn zonen. Amphi is hier niet gebruikt als voorzetsel, maar als bijwoord. Er is namelijk geen woord wat erbij hoort. En rondom, en dan... Eerst de nominatives, het makkers, en bij die makkers hoort het participium en tu klaarmakend, en wat zij klaarmaken staat tussen het naamwoord en het participium, dat is deit. De alfa is daar weggevallen, dus de accusativus, de maaltijd klaarmakend, en die maaltijd bestaat uit meerdere dingen, en dat wordt verbonden door middel van het voegwoord te. Te achter een woord is gelijk aan kai. Ervoor. En dan heb je dus kai, kreia optoon, kai alla epiron, een polycyndeton, want de opvolging is telkens door een nevenschikkend voegwoord aan elkaar verbonden. En dan is er ook nog een parallelisme, want we zien eerst het uh, leidend voorwerp en vervolgens de persoonsvorm. Krea is het vlees, optoon is een derde persoon, meervoud, um, betekent roosteren. Vlees roosterde zij. En Allah, en dat is het onzijdig meervoud van alles en andere dingen Epiron staken zij op spiezen. En dan krijgen we een nieuwe fase in het verhaal. Nou, hoide, dus zij, dat is dus Nestor, vrienden en de zonen van Nestor, natuurlijk nog. En zij. En dan zien we hoos en bij hoos moeten we goed kijken wat er volgt. En hier zien we hoos plus een indicatief is idon. En dan is hoos als voegwoord gebruikt. Toen idon is gelijk aan idon. Het argument is weggevallen. De aorist is dus vorm van horao. Toen zij dus zagen. Un geeft hier een nieuwe stap in het verhaal weer. En xenos is het lijnvoorwerp. voorwerp. Xenos is gelijk aan xenos. De gasten of de vreemdelingen. Wat zij dan doen is... Elton, zij kwamen, de amoristus van Ergomaai, en zij kwamen. Hart. Atrooi, dicht bij elkaar. En dat doen zij. Halpanthesis, dus het onderwerp: allen. Dan weer te een woord is dus gelijk aan kar voor. En gerzin, en met de handen. Hespa, zonto. Verwelkomden zij. En. Dan doen ze nog iets. De persoonsvorm staat helemaal achter elkaar, achteraan. An ogon. Um, dat is, um, zij spoorden aan en wa, wat zij aansporen, staat in de infinitivus. Driastai, um, dat is, zij spoorden aan om te gaan zitten. En dan zoomen we in op de handelingen van één man, en dat is Protos als eerste. Nestorides, een patronymicum, dus de zoon van Nestor. En dan Paisistratos, dat is de naam van de zoon. Die is ook betekenisvol. Betekent letterlijk de overtuiger van de gast. Waarschijnlijk vernoemd naar het vermogen van zijn vader om te overtuigen. Bij het onderwerp. Zien we dan ook nog een participium, Elton, Aoristus participium, gekomen zijn, en hij is in Guten, hij is dichtbij gekomen, dus dichtbij die vreemdelingen. En dan zijn handelingen, beginnen met de aan Amphoteron, van hen beide, en dan hele de Aoristus, zonder augment, in het Attisaut heilen zijn, van Hiero hij, en de accusativus is Geira, pakte hij de hand. En dan ook kai. En hydruzen, Hij liet hen plaatsnemen. En para plus een dativus waarbij. Paradaiti bij de maaltijd. En dan zien we en tussen de woorden waar het bij hoort. Um, op de koezin. Dat is de dativus meervoud. Op schapenvachten. En die zijn malakoezin. congrueert Op zachte schapenvachten. Epi op het. Psamatois op het strand en waarvan het strand is dat in de dativus hali-ai-zin, is een bijvoeglijk naamwoord, betekent van de zee op het zeestrand. Dan zien we Par. Par is gelijk aan Para, ook hier gebruikt met een dativus Paracasi Gnotoi bij zijn broer en die is trazu medes, staat natuurlijk ook in de dativus Kai patraoi en patra Pateri ook een dativus bij zijn vader. En hooi is een betrekkelijk voornaamwoord. Homerus die gebruikt hos of eos ook als betrekkelijk voornaamwoord. En dit is de dativus enkelvoud daarvan. Het verwijst altijd, slaat altijd terug op het onderwerp van de zin. De vader van hem, dus de vader van Paisistratos, want dat is het onderwerp, dokerde en hij gaf. Ara is een partikel, natuurlijk. En dan de genetieve splengnoon van de ingewanden gaf hij, een mooi ras gaf hij, een deel. Hij gaf een deel van de ingewanden. Bij offermaaltijd hadden goden en mensen gebruikelijke aandelen. De dijbeenderen werden in vet ingepakt en met rauw vlees verbrand om een zoete smaak naar de goden te sturen. En de offerers proefden daarna van dat slachtafval en dat zijn dan die splengnoon. Daarna begon het echte feest en werd het goede vlees bereikt. Nou, gaf hen dus een deel van die maaltijd. En dan en is hier bij woordelijk gebruikt, adverbiaal. Of het is een temesis bij eguen Hij goot in en wat hij goot staat er tussen. Hij goot wijn en waarin hij het goot staat in die datives. En dat verklaart het gebruik van en. En dat doet hij in gruzaioi, in een gouden derpaai, in een gouden beker.